Goeiedag. Dit weekend geen warm weer in Nederland. Zoveel is wel duidelijk. En ik heb een. Foto met windmolens uitgekozen, want vooral zaterdag kunnen die aan de bak. Het gaat aan stevig waaien. Voor sommige regio's in het land zelfs een code geel waarschuwing in verband met zware windstoten. Ik kom daar straks nog even op terug. Laten we de weerkaarten maar eens gaan bekijken. beginnen op vrijdagmiddag. Dan zien we boven een deel van Nederland wat regen liggen. Die trekt geleidelijk aan naar het noorden toe. En morgenochtend, zaterdagochtend, krijgen we te maken met een koufront dat van west naar oost over het land trekt. Een lage drukgebied gaat dan voor flink wat wind zorgen, met name in de kustregio's. Zaterdagmiddag is er wat meer ruimte voor de zon. Kan er een enkele bui vallen en zondag moeten we ook rekening houden dat er meerdere buien over het land gaan trekken. Laten we maar eens naar die buien in detail gaan kijken. Ik heb de kaart iets verschoven, zodat we ook mooi even naar Berlijn kunnen kijken. Daar wordt zaterdagavond gevoetbald door het Nederlands elftal. En we pakken die kaart op bij zaterdagochtend om vijf uur. Het koufront ligt dan ja, net voor de kust. Gaat richting het oosten trekken. En die buien die activeren straks boven Duitsland. En dat komt omdat het hier eerst flink gaat opwarmen. Hier zien we dat gebeuren. Die buien die dan aan het eind van de middag en begin van de avond overtrekken. Als de wedstrijd begint, rond negen uur, dan zal het waarschijnlijk. Net allemaal weer droog zijn geworden, zijn die buien net gepasseerd. Dat is in ieder geval zoals nu op die weerkaarten staat. Ik gaf al aan dat het hier flink kan gaan opwarmen, we kunnen dat ook wel mooi zien. En dan zien we ook direct grote verschillen in temperatuur in Nederland en in Duitsland. Want hier rond Berlijn gaan we wel richting de 29 graden, terwijl het zaterdagmiddag in Nederland maar een graad of 18 à 19 gaat worden. En dat is natuurlijk aan de frisse kant voor deze tijd van het jaar. Nog even samenvatten. In Berlijn, als de wedstrijd begint, verwacht ik zo'n 21 graden met veel bewolking. Het is vrij vochtig. Misschien dat het laatste buitje nog overtrekt. Voor de wedstrijd, dus wel een paar stevige buien. Onder andere ook tijdens de Oranjemars, moeten we er rekening mee houden dat daar toch wel een forse onweersbui kan overtrekken. We hebben dat al vaker gezien, dit EK in Duitsland. Goed, terug naar Nederland, want daar gaan we heel veel mensen ook naar die wedstrijd kijken. We beginnen zaterdagochtend met buien, die trekken naar het oosten weg. Dan klaart het op, komt de zon erbij en dan ziet het er best heel vriendelijk uit. Maar zaterdagmiddag dus wel veel wind boven land vaak een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Een vlagerige wind, ook windkracht 4 tot 5. Terwijl het aan zee een krachtige tot harde wind is. Ook op het IJsselmeer kan het zo hard gaan waaien. En ik gaf het al aan, die windstoten komen er ook. En dat is dan met name voor het noordwestelijk deel van het land en het IJsselmeer. Windstoten, zware windstoten tot misschien wel 85 of 90 kilometer per uur. In de loop van de avond gaat die wind dan geleidelijk aan afnemen. Dat is het beeld zoals het ...er nu voor staat. Zondag ook een wisselvallige dag met een aantal buien. Temperaturen net als de zaterdag zo tussen de 18 en 20 graden over het algemeen. Wel een groot verschil is de wind, want die is een stuk minder op zondag. Die is matig uit het zuidwesten. En volgende week, nou dan ziet het er nog steeds wisselvallig uit. Wat wel opvalt is dat de temperaturen iets omhoog gaan. We komen uit op ja, vrij normale waarden, 22, 23 graden. Maar iedere dag is er toch wel kans op neerslag. Fijne weekend.